allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een make-up stash video. Hoe ik mijn... het is niet echt een make-up stash, het is meer een opruim video. En een opnieuw indelen video. Want ik kreeg namelijk een mega doos van Fancy Q binnen. Ik heb namelijk een nieuwe organizer besteld voor mijn make-up. Die zien jullie natuurlijk zo. Ik heb deze gekocht van mijn verjaardagsgeld. Hij is best wel prijzig, maar hij is handgemaakt. Hij is van acryl als ik het goed heb. En hij is super groot, kan super veel in. En in deze video gaan jullie dus zien hoe ik mijn make-up daarin opberg. En dus als je benieuwd bent, blijf dan zeker kijken. Ik heb hier trouwens mijn bak met al mijn make-up. En ik ga gewoon wat spelen met wat ik erin ga doen. Dus ik zal er ook een beetje bij vertellen. Oké, nou dit is hem dus. Ik heb er al wat opgezet zoals ik al zei. En ik ga nu gewoon beginnen met vullen. Ik denk dat ik hier lipsticks in ga doen. Ik heb hier natuurlijk al mijn MAC lipsticks staan. En dat ik dan hier het labeltje neerleg. En er past natuurlijk nog veel meer in. Dus dat gaan we ook doen. Ik heb hier ook nog een lipstick rekje. Daar ga ik ook van alles en nog wat in doen. Of dat ga ik natuurlijk hierin doen. Ik ga nu verder met alle lipblushes die ik heb. En die leg ik er denk ik gewoon naast of achter. Nou, de eerste la is gedaan. Nu ga ik verder met de tweede. Deze is iets hoger, dus daar kunnen wat hogere producten in. Ik denk dat ik hier... Eerst nog even verder met de volgende. Want deze heeft hele makkelijke bakjes. Ik weet niet of je het kunt zien. En hier ga ik foundations in doen. Ik heb nog twee lipsticks gevonden. Nog meer. Hier ga ik highlighters en bronzers inleggen. Want ik heb niet heel veel highlighters. Oh, deze past er net niet in. Het is toch even passen en meten, maar het past er vast allemaal wel in. En er zal vast nog wel wat veranderen. Oké, ik denk dat ik in deze bak beter foundation kan neerleggen. Nou, ik heb een aantal palettes van Makeup Academy. Die ga ik erin leggen. Kan ik ze niet zo doen? Nee. Oké, ik ga deze palettes hierin doen. Ik denk dat het wat mooier is. En dat ik wat meer kwijt kan. Oh, nee.
ga ik toch even verplaatsen. Dan heb ik denk ik iets meer ruimte. Hier nog drie vakjes over. Ik ben een beetje aan het kijken wat ik met mijn gezichtsproducten kan doen. Zoals blush en bronzer en zo. Ik ga hier blush, highlighter, bronzer doen. En dan de laatste en ook gelijk grootste. Hier wilde ik mijn palettes. Oh shit, dit gaat ook niet passen. Nee, het past niet. Nou oké, hij zit nu vol. Ik weet niet, ja, ik ga er nog wel wat dingetjes aan veranderen denk ik. Maar voor nu vind ik het heel erg fijn. Ik vind hem echt heel erg mooi. En ja, ik ben er super blij mee. Nou, dit zijn dus alle laadjes een beetje. En ze zitten aardig vol. Ik heb nog wel wat producten die ik over heb. Maar die komen vast wel op een plekje terecht. Dan was dit de video. Ik hoop heel erg dat je het leuk vond om te zien. Er komt hiervan nog een make-up stash online. Dus ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!